Ja, het is klassiek Hollands nazomerweer. Af en toe een bui, af en toe schijnt de zon weer uitbundig. Het is 2:30 geweest. Feyenoord op zoek naar de eerste overwinningen voor Almere is in de Eredivisie. Veel nieuw, zo ook dus dit eerste bezoek aan de Kuip. De allereerste officiële ontmoeting tussen deze twee ploegen. Op het bekertoernooi stonden ze nooit tegenover elkaar. Nieuwe koep, Kelvin Stengs. Dat zal in de eerste weken van een hoger niveau een van de grootste zaken zijn waar Almere aan moet wennen. Dat veel hogere tempo in de Eredivisie. Hier is Timber er vandoor. Timber, steekballetje, Jiménez. En daar zit hij er al in. Snelle goal, Feyenoord. Vierde minuut. Het wegdraaien, het versnellen. En precies op het goede moment de loopactie ingezet door Jiménez. Het is een fraai doelpunt. Binnenkant paal, binnen. Het zal nu toch ook wel wat lichtflitsen boven de Kuip zien. En hier en daar een onweersklap. En ik denk dat Nijhuis inderdaad de boel nu stil gaat leggen. En zegt, ja, we gaan toch even naar binnen. Want zo'n flits en een klap, dat volgt er vrij snel op elkaar. Daar kun je geen enkel risico mee nemen. Onweersbui in de buurt. En dus wordt het spel even stilgelegd door de scheidsrechter. Die in zo'n situatie natuurlijk niets anders kan doen. Ja, wel eens een investering van 7,50 in zo'n poncho. Helemaal geen gek. Iemand van Meteo Consult, wat is dat? Een buienradar of zo? Ja, nee, maar iemand die verantwoordelijk voor is, die heeft zeg maar aangegeven dat ze nu nog zeggen dat het nog even een kwartier duurt en dan is het weg. Moet zo weer een nieuwe warming-up beginnen? Ja, wat vind jij als trainer? Nou ja, als je 20 minuten hebt gezeten. Ja. Ik had langer nodig. Feyenoord Almere City hervat. Na een onderbreking, maar een lange onderbreking. Toch bijna een uur stilgelegen. Duivenstein tot twee keer toe door de benen gespeeld. Bewust of onbewust, dan levert Feyenoord die bal heel snel weer in. Dan komt Almere eruit. Duivenstein, goed balletje van Duivenstein. En de kans voor Almere om er 1-1 van te maken. Onwennig begin van Feyenoord na die hervatting. Mogelijkheid voor Thomas Robinet. Andere kant inmiddels. Timber, goed gespeeld zeg. Stengs terugleggen, kans voor Feyenoord en die gaat er wel in. Wat een prachtige goal. Mooie aanval. Waar Almere er geen 1-1 van maakt, slaat Feyenoord wel toe. Uitstekende goal. Koelbloedige afronding ook van de Braziliaan, Paisão. Zoals gezegd, dit is de Sofia-wedstrijd, de samenwerking tussen Feyenoord en het Erasmus Sofia Kinderziekenhuis. Waar geld wordt opgehaald, ieder jaar weer 10.000 euro's. Prachtig ondersteunend spandoek uit het vak dus van de Almere City supporters. Hartman. Wiever, goed weggedraaid zeg. Jiménez zou kunnen, kan ook zelf natuurlijk. Wiever kan een succesje gebruiken. Schitterend gedaan door Mats Wiever, pech. Dan in de nastoot nog deze uithaal van Minté. Maar wat laat Feyenoord toch aardige dingen zien in de eerste 16 minuten van deze wedstrijd. In de kleine ruimte het soepel wegdraaien, dan de uithaal. Dan heeft hij gewoon domme pech. Geertruida, zo wandelt Feyenoord er gemakkelijk doorheen. En is het hier 3-0 en moet Almere heel ernstig gaan oppassen dat het niet een monsterscore gaat worden in de Kuip. Want het gaat heel, heel gemakkelijk. Het is 3-0 binnen 19 minuten. Daar ligt de ruimte achter de verdediging van Feyenoord. Dat is een goede paas. Robinet kiest de positie en kan die bal binnenlopen, zou je zeggen. Maar dan krijgt hij niet voor elkaar. En dat is toch behoorlijk miraculeus. Tweede grote kans voor hem. Dat doet hij natuurlijk wel maken. Oog in oog met de doellijn en de doelpaal. Geertruida stoomt op. Minté. Feyenoord met 4 man in het 16 meter gebied. Minté met een passeerbeweging en een goede redding. Is de bal nog niet weg? Dat is hij nu wel. Goed gepakt door Bakker in de korte hoek. Stengs. En in één keer genomen. En nu is het wel raak voor Mats Wiever. En zoals gezegd, dat kon hij wel gebruiken. 50ste minuut. 4-0. Iemand in de buurt voor Mats Wiever.
bijna achterloos binnengeschoten. Wiever. Zo, Timber. Geertruida zou het kunnen proberen. Uit de hal en de paal geraakt door Lucherel Geertruida, die dicht bij zijn tweede treffer was. Echte kans is dit natuurlijk niet, wel een veilig schot. Timber draait maar weer eens weg. Bedient Stengs. Blok gezet door Sauer. Geen overtreding. Sauer. Die gaat er schieten. Nou, niemand gaat schieten, maar er komt wel een penalty na een overtreding op Jiménez. Hij zegt, er kan geen kant op. Nijhuis. We zag het contact met de Feyenoordspits en dus een kans om er 5-0 van te maken. Concentratie neemt ze rust. Santiago Jiménez en zo is het 5-0 in de Kuip. Cadeau gedaan. Timber. Timber. Jiménez. Volgende mogelijkheid voor hem. Jiménez. Weer de redding van Bakker. Die kan zich toch een aantal keren onderscheiden. Eerste Eredivisie minuten. Mooi moment altijd voor Zekiel. In thuiswedstrijd tegen Almere maakt hij zijn debuut. Zekiel. Het eerste gedeelte van zijn droom natuurlijk vervuld heeft met het debuteren in een volle Kuip. En nu bouwen aan nieuwe dromen. Hansko ook nadrukkelijk op zoek naar een succesje deze wedstrijd. Duivenstein, die glipt er tussendoor. Duivenstein, Ritmeester. En daar komt nog een eretreffer voor Almere. Dat is een mooi moment voor Jochem Ritmeester van de Kamp. Jongeman uit Laren. Timber, laatste aanval van Feyenoord. Timber, Ueda kan er nog 6-1 van maken. Ueda! Nee, Bakker is de uitblinker bij Almere vandaag geweest. Die heeft de schade nog behoorlijk weten te beperken met de tal van reddingen, zeker in de tweede helft. Zo'n beetje alles vloog erin in de eerste 20 minuten. En de laatste poging van de wedstrijd ook, want dit is nog een doelpunt. Als de vlag omlaag blijft van Quinten Timber en zo wordt het alsnog 6-1. Het zijn cijfers die staan. Het is een latertje geworden deze zondag door de onweersonderbreking al na 7 minuten. Toch een beetje een beteuterd hoofd bij Alex Pastoor. Had er meer van verwacht.